blijf gewoon lekker naar buiten gaan. Ook als het guur weer is, als het regent, als het koud is. Weet je, ook dan is de natuur mooi, ook in de stad. Voor een mooie natuurwandeling hoef je niet naar het bos. Volgens stadsecoloog Ingeborg Zwart groeit en bloeit er van alles in de stad. Dit laat zij zien in de Urban Jungle Excursie door Nijmegen. Ik ben stadsecoloog in Nijmegen. Dat houdt in dat ik me bezighoud met de stadsnatuur. Zit ook in de titel. Het gaat erom, in de stad is superveel nuttige, leuke, bijzondere natuur. En dat willen we natuurlijk verbeteren. Dus dat is onder andere mijn rol. Aan de andere kant willen we ook de bewoners daarbij betrekken. Omdat die heel veel kunnen doen, maar die kunnen ook gewoon genieten van de natuur. En daar heel veel van leren. Op Groene Vrijdag waren er verschillende Urban Jungle excursies. Ja, het klinkt heel heftig natuurlijk, een urban jungle excursie. Het gaat er vooral om dat we lekker gaan kijken in de stad. Goh, wat is er nou voor natuur? Wat kom je zoal tegen? Ook zo, zelfs in de herfst is er best wel veel te vinden nog. En wat je merkt is dat heel vaak als je met mensen rondloopt, je zegt van oh, hier groeit dit en, dan, en daar groeit dat. Dat ze dan bijvoorbeeld later ook zeggen, ja nou, elke keer als ik naar de stad loop, dan zie ik allemaal plantjes. En ja, dat wil je graag mensen meegeven. Grote natuurgebieden zijn volgens Zwart niet per se boeiender dan de stad. Wat je ziet, zeker de laatste tijd, omdat de stad gewoon heel belangrijk is. En we zetten hier ook heel erg in op het groen. Dat je juist hier ook heel veel bijzondere soorten hebt. Je hebt heel veel verschillende habitattypes in de stad. Omdat je hebt vijvers, je hebt grasvelden, je hebt nou ja, bosjes. Allerlei kleine stukjes natuur heb je verzameld. En daardoor heb je eigenlijk een heel grote biodiversiteit. Veel groter dan als je kijkt naar het gemiddelde platteland. Ik denk dat heel veel van de kleine bosjes, dat die best wel ondergewaardeerd zijn soms. Terwijl daar, ja, die zijn een perfecte plek om even een ommetje te maken en even eruit te gaan. Zeker wanneer je thuis werkt, dat je tussen de middag even daarheen gaat. Al is het maar dat je er een kwartiertje even zit of daar even wat leest. En wat ook heel vaak vergeten wordt, denk ik, is bijvoorbeeld in de binnenstad de oude muren, waar heel veel bijzondere plantjes groeien. En je kunt dan denken, ah, oude muur, ah, er zit allemaal rommel op. Maar eigenlijk groeit er van alles. Is het heel interessant als je daar eens naar kijkt. Dus je gewoon eens even de tijd neemt om dat beter te bestuderen.